Nou ja, dit project is eigenlijk op initiatief van mijzelf. Ik heb tijdens dit project gezien hoe divers het hier is. Hè? De verschillende nationaliteiten die hier wonen, allemaal eigenlijk onder één dak. En hoe ingewikkeld dat soms ook is. En eigenlijk hebben we het op dat moment gelijk al gezegd van, hey, als wij klaar zijn met ons project, dan zou het mooi zijn als we samen met anderen, in dit geval Vitesse Betrokken en Vivare, een mooi project voor de wijk kunnen organiseren. En ik ben heel blij dat dit gelukt is en dat we daar vandaag het start zijn voor kunnen geven. Nou, wij zijn hier de eigenaar van de flatgebouwen. En we hebben daar veel aan gedaan om ze weer netjes te maken. Maar wat veel belangrijker is, is dat de leefbaarheid omhoog gaat. En bij leefbaarheid is ook altijd heel belangrijk dat je perspectief hebt. En vooral kinderen moeten perspectief hebben. En dat het project wat nu gaat draaien, dan maak je kinderen belangrijk en geef je ze perspectief. En dan kan het ook betekenen dat hun leven ergens anders eindigt dan voor dit project. Dus in die zin vind ik het een superbelangrijk project. Wij ondersteunen ook financieel. Maar we zijn vooral ook geïnteresseerd in de uitkomsten en hoe we dit ook langduriger kunnen laten draaien. Wij hebben natuurlijk heel veel projecten door de gemeente Arnhem heen. Dit is weer een nieuw project wat eigenlijk opgezet is door Van Wijnen en Vivare. Het zijn mensen die ons gevraagd hebben om mee te denken in de organisatie van dit project. En het is een project waarin we de jeugd naar buiten willen krijgen, de jeugd aan het voetballen willen krijgen. En ik denk in deze tijd, zeker in deze tijd met corona, is het natuurlijk geweldig om dingen te organiseren voor de jeugd. De jeugd heeft niet zo heel veel op dit moment, dus dit zijn eigenlijk hele mooie projecten, zeker op dit moment. En kinderen ook echt iets zinvols laten doen en iets nuttigs en waar ze ook waar ze beter van worden. Ze zijn natuurlijk deze buurt helemaal aan het opknappen. En dat heb ik net ook tegen de kinderen gezegd, er is ook een verantwoordelijkheid bij de kinderen dat we het ook netjes houden. En dat geldt ook voor de ouders natuurlijk, dat de boel ook netjes blijft. En dat is denk ik al een hele belangrijke verantwoordelijkheid. Maar we zullen ook andere projecten gaan doen, ze zullen ook meegaan naar het Gelredoom. Ze zullen ook een keer bij mij op bezoek komen, op Papendal, bij de jeugd. Dus we gaan veel meer dingen met deze kinderen doen dan alleen maar hier voetballen. En dat gaat gewoon 6 maanden duren, dus het is niet één woensdag. Het is elke week, 6 maanden lang, gaan we allerlei projecten hier doen met de kinderen. Volkstuinen zijn we over aan het nadenken. Dus het gaat er ook om hoe houden we deze wijk schoon en veilig en leefbaar. En dat mensen ook meer met elkaar hebben. Dus dat je meer samen doet in plaats van allemaal apart leeft. Dus dat is allemaal belangrijk en daar zijn we mee bezig. Kijk, voetbal, sport verbindt, dat weten we allemaal. Dus het is een heel mooi middel. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat erom dat we deze jongens en meiden hopelijk een goede duw in de rug kunnen geven. En dat ze iets hebben om naartoe te leven. Want dat is toch belangrijk in deze tijd. Door met elkaar te sporten leer je eigenlijk al dat je ook wat voor elkaar over moet hebben. Dat is discipline. Discipline van de boel netjes houden. De boel die opgeknapt is ook mooi houden. Het is je eigen woonwijk. Dus het is denk ik heel belangrijk dat het ook netjes blijft. Dus dat is discipline. Ja, zoals discipline in de sport heel belangrijk is, is discipline denk ik in de maatschappij en in ons dagelijks leven ook heel belangrijk. Wat kun je deze jeugd meegeven in deze vervelende coronatijd? Ja, kijk, het belangrijkste vind ik van de jeugd op dit moment in deze coronatijd is dat ze elkaar blijven ontmoeten. Dat de sociale contacten onderling blijven, dat ze elkaar tegenkomen, dat ze met elkaar sporten. Daar leer je ook van dat je wat moet geven en dat je wat kan nemen soms. Maar dat je met elkaar bezig bent in deze moeilijke tijd, dat je uit huis komt, dat je niet eenzaam wordt, want dat zie je ook bij jeugd ontstaan. Nou, dat soort projecten zijn denk ik altijd heel belangrijk. Het is altijd heel belangrijk om samen te sporten, maar met name in coronatijd is het extra belangrijk denk ik om naar